We hebben hier de troon. En daar zie ik mijn skin. Er gebeurt hier niks. Wauw. Wow! Dames en heren, wat een gezelligheid. Welkom bij een gloednieuwe Kingdom aflevering op mcfoxcraft.com. We staan hier, kijk, met mijn hele team. We staan hier allemaal te zwaaien. Hallo iedereen, leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is een dingetje in mijn kingdom. Dat mensen mijn skin pakken alleen een andere kleur. Hey, Lars, even aan de kant nog. Ja, kijk, door blijven gaan. Hallo. Oké, het ziet er super leuk uit. Dit is het team wat op dit moment nog online is. Kan je nagaan. Ik heb niet afgesproken dat ik ging opnemen. Die zijn gewoon lekker online. Lekker bezig met de kingdom. Even kijken. Cadeau van Milo DM voor Jurien. En Soppy wil heel graag in onze kingdom. Dus heeft hier een cadeautje. We gaan eerst kijken naar een cadeau van Milo DM. Volgens mij was hij ook... Oh ja, daar staat hij. Milo DM. Die heeft ook een rankje gekocht. Hey, nice. Heel veel mensen hebben Fortnite al een rankje. Dat vind ik leuk om te zien. We gaan kijken wat hierin... Zo. Dat zijn leuke bedragen van 5000 euro. Dat is... Nou, dat is fijn. Even kijken, we hebben hier een breking en we hebben hier heel veel pijlen. Oh, die kan ik wel echt gebruiken hoor, die pijlen. Een goede boog, die kan ik ook wel gebruiken. Dit is niet heel veel beter dan het armor wat ik nu aan heb, want de vorige keer heb ik geenchant. Fortune 2 efficiency, ja, die wil ik hebben. Golden apples en bottle of enchanting. Ik heb niet zoveel ruimte, dus dit laat ik even zitten. Maar dat geld ga ik wel even cashen, dankjewel. En hier zit een cadeau van Soppy. En dankjewel, ook diamonds, altijd handig. Oh, hier zaten ook nog diamonds in, die moet ik ook even uitpakken. En wij hebben hier wat armor, dat is helaas niet beter dan wat ik heb. En fortune 1 op een shovel, ik weet niet wat het is. En Soppy's head, oké, dankjewel. En cadeau van Jurien, groetjes Lucasje _ 1. 5 euro, wow, 1000, 5. En 100. Kijk, dat zijn leuke bedragen. Dankjewel. Hier hebben we 10 euro of 10 dollar. Hier hebben we 100 dollar van Giraffe Lars. En hier hebben we nog een keer 1000 van Milo. Dankjewel. En we hebben hier een hoop enderpearls. Zijn ook altijd heel erg handig. Boekenkasten, altijd handig. Night vision is heel chill voor opnames. Nog meer night vision. En nog meer geld. Hallo. En 1000 dollar van It's Your Boy Lars. Dankjewel, Lars. Oké, dan gaan we even naar buiten. Er zijn shops. Hoyer of andere jeurs. Ik heb een gloednieuw. Ik heb goed nieuws. We kunnen gaan raiden, maar niet met onszelf. Ga eens even uit mijn bordje. Milo, ga eens weg. Wegwezen. Heb daar al een alt en daar zet ik RP op. En dan kunnen we alsnog raiden. En nadeel is dat we online moeten zijn, maar ik ben wel vaak online. Oké, dus we kunnen binnenkort mensen gaan aanvallen. $10,000! Yo! Chill! $500! Yo jongens, ik verdien hier stacks. Ik doe niks. Ik verdien stacks. Dankjewel. Ik waardeer het. Heel fijn. Oké, de ideeënlijst. Wat staat erop? Karel de creeper maken en alle muren vervangen. Nou, op zich hoeft dat voor mij niet eens. Ik doe even mijn fly aanzetten. Dat is wat handiger. In ieder geval zijn hier al echt heel vaak mensen geweest. Even kijken of er nog dingen gedoneerd zijn. Oeh, die is ook al aan het kijken. Hoofd. Heel veel hoofden. Dus dat is niet heel erg veel spannend. Maar er is iets nieuws in dit kingdom. En dat zit namelijk hierachter. Je ziet hier een mooie paardenstal. Hallo, alles goed. En wij gaan hier even omheen lopen, want er zijn wat dingen gebouwd. Wat is dit? Waarom zitten er zoveel random kisten op mijn kingdom? We lopen hier doorheen, we doen het even dicht. Lopen maar nog doorheen, jij mag er doorheen. En dan doen we het dicht. Oké, we lopen verder. En we zijn... in het kasteel! Hey. Nee, niet dicht doen. Ik wil het buitenkant nog laten zien. Hey, kijk, dit... is ons kasteel. Kijk even hoe mooi dit is. Heel het kingdom van mij heeft dit gebouwd. En nou, dit is toch sick. Dit is toch fantastisch. Even kijken wat er staat hier. Made by yours kingdom. Dus heel de kingdom heeft hier aan gewerkt. We lopen hier even doorheen. We doen het even dicht. Want hier, even kijken wat staat hier. Beacon maxed. Oh, dit is een max level beacon. Oké, nice. We gaan even met een trapje omhoog. Want zelfs hier is aangedacht. Er is echt een gigantisch kasteel gebouwd. Om onze kingdom nog beter te laten lijken, te beschermen, et cetera. En bovenop staat een crafting table. Het is fantastisch. Ik hoopte op een schatkist of zo bovenin. Maar er staat een crafting table. Nou, dat is ook handig. Die heb je ook nodig soms. We gaan even hier kijken. Waarom vliegt dit varken? Ah. Oh, het is een disguise. Ik denk al. Wel een beetje apart. We hebben hier onze grote eettafel. Heeft er iemand lasagne? Ik heb zin in lasagne.
Nee? Niemand? Gaan we lekker... Oh, hier kunnen we ook vergaderen. Dan kunnen we vergaderen hoe we mensen gaan attacken. Kijk, dit is onze vergadertafel. Alleen, it's your boy Lars, die... Oh, die snapt nu wel hoe die op een stoel moet gaan zitten. Oké, dus we hebben hier onze vergadertafel. Nice, nice. Wat hebben we hier? Niks. Wat hebben we hier boven? Oh, dit is gewoon een leuke afgewerkte randen. We hebben hier de troon. En daar zie ik mijn skin. Er gebeurt hier niks. Wauw. Wow! Oké. Ja. Dat is handig. Oh. Schijnbaar dat slijm hoort hier niet te zitten, denk ik. Moet je hier doorheen vallen? Oh, huh? Wat is dit? It's safe, believe me. Het is safe. Mensen, ga niet voor me staan. We zitten nu met 7 mensen in dit kamer. Oh, ik sta in de brand. Ik sta in de brand. Ik sta in de brand. Ik zie alleen nog steeds niet wat hier stond. Hallo? Wat staat hier? Ik weet niet wat hier staat. It's just a trap game about Mark. Oké, okay. Heel leuk. Hoe kom ik nu terug? Moet ik nu terugvliegen? Werkt dit zo? Hallo? Oh, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Hallo, ik ben er weer. Hey, ja, die anderen moeten terug naar KO, maar... Ik kan gelukkig gewoon vliegen. Dus dit is tot nu toe wat er bij is gekomen op de Kingdom. Het is echt super vet geworden. Dus hierboven, ja, ik kan trouwens gewoon vliegen. Oh, kijk, zo ziet de bovenkant eruit. Het is ook wel nice, hoor. Oh, iemand heeft daar een huis gemaakt. Oh, dat ziet er vet uit. Oh, dus dit is gewoon... Oh, de shit, is echt heel erg groot geworden. Kijk hoe vet. En hier komt gewoon nog een gracht omheen, zoals je ziet. Wordt hier gewoon een gracht omheen gebouwd? Of ja, gegraven eigenlijk. Wow, sick hoor. Dit is echt een vet kasteel. Dus deze zit voortaan ook in mijn kingdom. Dus mocht jij mijn kingdom willen aanvallen, het wordt alleen maar lastiger. Maar we gaan even hier kijken, want hier zie ik echt een mooi huis gebouwd. Oh, hij is wel half opgeblazen volgens mij. Hallo? Oh, kisten. Oh, we zitten op kingdom van Dinan. Kist afblijven. Als ik kan reden, dan zou ik er graag even gebruik van maken. Holy shit, dit is gewoon helemaal opgeblazen of zo. Oké. Okay. Ja, jammer. Het zag er leuk uit van de buitenkant. Dus we zijn echt aan bezig om dit hele territorium te claimen. Want we hebben dit hier. We hebben dit gigantische ding waar echt gewoon niemand in kan komen. Wat extreem goed beveiligd is. Dus we gaan in ieder geval al de goede kant op. Met onze kingdom. Dus we gaan even gewoon terug naar /khome. En we kunnen dus binnenkort mensen gaan raiden. En dat wil ik zeker nog een keertje gaan doen. Dat we mensen kunnen gaan aanvallen. Want dat zou super leuk zijn. Hoe weten deze mensen zo snel dat ik hier ben? Dat is echt ongelofelijk. En we hebben hier Protected Jurian. Oh, dit zijn gewoon mijn spullen. Oh ja, je hebt deze. De Trident. Ik weet niet of ik het ooit aan jullie heb laten zien. Maar dit is wel een cool dingetje. Wat op deze server zit. Is dat je die kan je zeg maar schieten. Dus dit is een soort, ja, nu maak je eigenlijk iemand dood. Dus dat is wel heel leuk. Oh, hij komt gewoon automatisch terug. Oh, dat is ideaal. Dus die zit schijnbaar in mijn kist. Vond ik ook wel heel erg leuk. Even kijken, ik ben aan het kijken wat er nog meer is veranderd. Volgens mij valt het wel mee. Maar ik heb in ieder geval nu wel genoeg diamonds. Dus wat ik ga doen, ik ga zeker nog even ervoor zorgen dat ik mijn gear misschien nog wat beter kan krijgen. Zo. En dan gaan we even naar de enchant room. Die zit bij /warp-jhxgames uit mijn hoofd. Of die zit... Nee, die zit hier niet. Die zit hier door deze deur, volgens mij. En dan zit er hier ergens een creatief gat. En dan zitten hier nog heel veel creatief... Ja, ik weet niet. We hebben hier ook een farm die ondertussen lekker bezig is. Spullen die we ondertussen ook kunnen gaan verkopen. Dus dat is ook chill. Wat ik nu ga doen, ik ga even ervoor zorgen dat ik level 30 word. Ik hoop dat ik lapis heb. Zo. Ho. Mag ik level 30? Dank u, level 30. Heb ik lapis bij me? Natuurlijk niet. Zit hier ergens lapis in? Dan moet ik weer terug. Heeft iemand lapis? Oké, ik vlieg gewoon even naar boven. Waarschijnlijk zit in deze kist ergens wel iets van lapis of zo. Of iets wat erop lijkt. Overigens, seppige bloemen. Heads, brewing. Ja. Redstone misschien? Ors. Kijk, lapis. Die hebben we even nodig. Die steel ik even. Die sapling, die mag iemand dan... Oh, die valt nu in dit gat waar ik ook heen moet. Oké, okay, we gaan even naar beneden. En we gaan even kijken of wij nog een goede enchant kunnen krijgen op onze chestplate. Want uiteindelijk kan je ook dingen samen gaan voegen. En alsjeblieft iets goeds. Oh, torrents 2. Unbreaking 3 en protection 3. Dat vind ik zeker niet verkeerd. Dat is eigenlijk echt heel erg nice. Want wat ik nu aan heb is... Fire protection. En dat zit hier niet op.
Dus dat is eigenlijk alleen maar goed. En wat ik nu wil doen is een broekje erbij maken. Deze pijlen gooi ik even weg. Maak mezelf weer even level 30. En dan gaan we kijken of wij misschien nog wel wat betere enchantments kunnen krijgen. Oké, ik doe het even tegen de plafond. Ja, dit gaat de goede kant op. Ja, ik ben echt blij met die bottle of enchantment. Hoe ik eraan kom, weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb ze, dus dat is heel erg fijn. We gaan deze hierin stoppen. We pakken onze lapis lazuli. En we krijgen fire protection en... Breaking 3. Meh. Ik heb betere spullen gehad. Oké, we gaan gewoon opnieuw gewoon lekker een setje craften. Dus we doen hier nog even schoentjes maken. We gaan er weer voor zorgen dat we level 30 worden. Alleen dat gooien, dat werkt nooit in Minecraft. Dat is altijd stuk. Als je te veel gooit, dan denken ze dat je aan het cheaten bent ofzo. Want dan gaat hij gewoon halfwege stoppen. Nou, kom op, nog 2. Nog 1. Ja hoor, level 30. Daar zijn we weer. En we gaan die hier stoppen. En dan pakken we onze schoenetjes. En dan worden het... Depthstrider 3, Protection 3 en Unbreaking 3. En hier zit alleen Protection 3 op. Dus mijn gear wordt echt veel beter. Hier zit zelfs Protection 4 op. Mijn vorige enchants waren echt super slecht in verhouding tot dit. Maar ik moet heel even meer levels hebben. Dus wat ik ga doen, ik ga even naar /warp.jxgames. Dit is ook een tip voor jullie. Als ik naar /warp.jxgames ga, dan heb ik namelijk iets leuks voor jullie ook. Dat is namelijk hier zo. Hallo Deadly Fox. Ik doe heel even de deur dicht, mijn excuses. En we hebben hier de Public XP Farm. En zoals je ziet, dit werkt echt 100 keer beter qua levels krijgen dan de XP bottles. En we kunnen gewoon blijven harken, want ja, er blijven nieuwe monsters komen. Zelfs met armor. En ze kunnen je niet hitten. Dus je staat gewoon lekker chill te harken naar XP. En we blijven gewoon lekker mappen. Oh, wat? Ik heb wel geraakt. Oh, dat is gemeen. Oké, en we zijn al level 30. Nou, dan hebben we er ook weer gehad. Dan gaan we weer vandoor. Op einde level 31. Thanks, level 31. Oké, we gaan even terug naar /khome. Want dan kunnen we weer even door onze deur heen. En dan kunnen we de laatste helm nog gaan enchanten. En dan ga ik dus samen met Mark behind the scenes en natuurlijk de rest van mijn kingdom voorbereiden. Hoe wij een leuke aanval kunnen gaan plannen. Dus dat wordt super leuk. We zijn hier en we maken heel even een helm. Dus we gaan even een helmpje maken van onze diamonds. Wat kan ik weggooien? Nou, een stukje vlees, dat hoeft op zich niet. En dan doen we die hierin. Dan doen we onze lapis erbij. Fire Protection en Aqua Infinity. Wow, mijn enchants zijn echt beter deze keer. Holy moly, dat is echt sick. Oké, nice. En dan doe ik die even hier neerzetten en dan doe ik deze weer lekker aan. Damn. Jongens, we zijn goed voorbereid al voor onze attack. Want ik kan dit straks ook nog allemaal op elkaar gaan gooien. En dan wil ik gewoon de beste armor en de beste zwaard en de beste boog hebben die er is. Voordat ik mensen ga aanvallen. En ook goede potions, dat is ook heel erg belangrijk. Dus dat is ook nog iets waar we moeten gaan voorbereiden. Potions. We hebben in ieder geval zo'n machine op ons eiland waardoor we leuke potions kunnen maken. En ik denk dat het alleen maar beter gaat worden. Dus wil je misschien mij willen... Mocht je mij misschien willen helpen met de Kingdom, join dan zeker de server. IP staat natuurlijk gewoon altijd in de beschrijving. En dan zie ik jou heel erg graag in de volgende video. Morgen om 6 uur. En anders weer volgende week vrijdag bij een gloednieuwe Kingdom. Ciao!